oktober 2011. Normaal is MusicalWorld.tv dicht. Maar voor NJMT maken we graag een uitzondering. De producent die ons hart heeft gestolen gaat vandaag namelijk in première met Oorlogswinter, de musical. Vorige week mochten we al een preview bijwonen en we waren bijzonder onder de indruk van de pauzefinale die ze ons voorschotelde. Laat dit het laatste zijn. Zou de rest ook zo mooi zijn? En we zien zomaar Fred Boot van Soldaat van Oranje. Je ziet natuurlijk heel veel overeenkomsten met jouw eigen musical. En daarom ben ik ook natuurlijk. Ja? En we zijn nog maar in de pauze, dus we hebben net de pauzefinale gezien. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar de tweede acte. Ja. En ik vind dat ze heel erg mooi ook met projecties werken en inhoudelijk daar ook met name in de abstractie, ook omdat het natuurlijk jeugdtheater is, hele mooie keuzes hebben gemaakt. En met zo'n jongere gezelschap zoiets maken, met beperkte middelen, dat vind ik echt razend knap. Ik ben zelf natuurlijk 8 jaar bezig met een voorstelling die gebaseerd is op dezelfde periode. Ja. Dat ik heel erg ook na zit te denken over wat zij tijdens het scriptschrijven voor dilemma's zijn tegengekomen. Ja. En ik ga ook gelijk meedenken wat ze ook anders hebben gedaan. Ja. En dus ja, je zit wel heel erg als maker ook te kijken. Ja. Wat ik ook heel frappant vind, je hebt het over hetzelfde onderwerp en er komen er ook een aantal principes, gelijke principes naar boven. Uiteraard. Kies ik om een daad te stellen of doe ik dat niet? De hele oorlog ging natuurlijk over keuzes maken voor iedereen. Ja. En dat komt ook hier heel herkenbaar naar voren. Ja. En ze hebben er ook nog notabene een lied ook over gemaakt in de voorstelling. En ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar, want dat is het belangrijkste thema ook van onze voorstelling. En zelfs op de komische noot, thee bij de barones. Ik ging zelfs een liedje over thee, ja. Timo, wat een dashing young British soldier ben je eigenlijk. Dankjewel, dankjewel. Ongelooflijk accent. Oh, nog meer bedankt. Ik doe mijn best. Gefeliciteerd, Sol. Dankjewel. Ik heb het gevoel dat dit de laatste keer is dat jij aan NJMT meedoet, omdat je volgend jaar bij een van de grote producenten komt te staan. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken. Grapjas. Mitchell! Ja! Leuk je te spreken. Je was toch derde soldaat van rechts. Ja, nee, tweede soldaat van rechts. Maar wel vol overtuigd tweede soldaat van rechts. Dat was je zeker. Absoluut. Je staat ongelooflijk veel op het toneel. Volgens mij 3/4 van de scènes, 80% van de scènes. Ja, ik ga in de eerste helft 1 keer af en in de tweede helft ook maar 1 keer. Hoe vermoeiend is dat? Even vragen naar de bekende weg. Heel vermoeiend en ik zweep kapot. Heel blij met hoe het gelopen is vandaag. Er was heel veel stress. We waren voor de pauzefinale, zagen al mensen al huilen. Dat ik zoiets had van, nou, dan hebben we de spijker keihard op de kop geslagen. Ja. En dus ik ben heel benieuwd zo meteen naar de andere reacties. Met de try-out gisteren waren er bijvoorbeeld nog changementen die helemaal niet lekker zaten. Ik moest bijvoorbeeld mijn bedje wat nu opgerold wordt. Je kribben van stro. Had toen nog geen wieltjes en zo, dat soort dingen. Dus dat zijn dingen die dan extra stress bezorgen. En dat altijd nog zo in de laatste uurtjes voor de première altijd nog in orde worden gebracht. Ja. Maar het gebeurt toch telkens weer. Ze slagen er telkens weer in om alles vlotjes te laten verlopen. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. Kijk, gisteren was natuurlijk de try-out. Het was allemaal een beetje spannend, nieuw theater. Maar dan sta je hier en denk je, ja, als je hier binnenkomt, dan gaan we gewoon knallen. En we hebben gewoon geknald.
keihard. Je moet ook toch je eigen ding blijven doen. En dat is wel redelijk gelukt. Alleen was het nog wat rennen en trekken en duwen en zo en allemaal. En vandaag was het eigenlijk zoiets van, oh, ik heb het gisteren al gedaan, dus vandaag moet het wel lukken. Nou, het was geen drama. Kijk, je hebt altijd wel puntjes waar je aan kan werken. Dat heb je altijd. Zoals? Je hebt bijvoorbeeld sommige changementen die niet helemaal lekker lopen. Maar ja, dat is hem al. Je hebt hier veel meer ruimte dan dat we in de studio hadden in Zaandam. Ja. Dus dat is ook niet gek. Ja, en nu ineens hebben we heel veel ruimte. Dus nu moet je even rekening houden met die ruimte die we hebben. Omdat jij de voorstelling draagt, voel jij je verantwoordelijk voor alles? Nou, ik voel me wel verantwoordelijk omdat ik degene ben die waar de mensen in het publiek zich mee moeten kunnen verplaatsen. Dat ze kunnen denken, oh ja, wat hij doet, dat had ik ook gedaan. En inderdaad, ik sta constant op toneel. Dus mensen moeten jou ja, echt leuk gaan vinden, omdat ze anders, want die staat iedere scène bij. Jij hebt het extra druk. Ben jij niet stiekem in je vrije tijd al je zinnetjes en liedjes Lelies aan het voorbereiden? Nee, ik heb mijn script van Lelies al. Ik heb er echt met opzet nog niet in gekeken. We beginnen over een dikke week te repeteren. Dus nu dat deze première achter de rug is, nu kan ik me daarop voorbereiden. Maar eerst was het mijn volle aandacht, 100% oorlogswinter. De afterparty. En ik spreek zomaar met Rogier van der Weert. Ten tijde van Kruistocht in Spijkerbroek was jij de mystery man. Ik kreeg je maar niet te zien of te spreken. Ja, maar dat kwam omdat ik mijn bril afdeed. Hoe is het gegaan? Nou, gelukkig een stuk beter dan de eerste try-out. Ik ben heel blij. De cast was gewoon ijzersterk. Alles zat erin. Alles wat we gerepeteerd hadden, alles wat we op het laatste minuut nog even hadden toegevoegd, dat zat erin. Noem eens een voorbeeld van zo'n last minute. Ja, zo'n last minute bijvoorbeeld met Zoe, de tweede helft Michiel, daar moet hij een volwassen man spelen. Ja. Zijn vader is dood, hij wordt het hoofd van het gezin. En dat moet je meenemen. Ja. En dat ging en dat werkte en dat zat erin, dus dat was ontzettend fijn. Ik ben heel blij met de rollen die ik heb gekregen, vooral met de barones. Dat vind ik echt gewoon een ontzettend leuke rol om te doen. En dat zijn ook twee verschrikkelijk leuke nummers waar ik helemaal mijn ei in kwijt kan. Ik ben heel erg blij met het statement in karakter waarin we pleiten voor een Nederland met begrip voor iedereen. Ja. Dus ik ben heel gelukkig met die twee rollen. Tommy, nou, van alle soldaten die we hebben gezien, viel jij het meeste op bij de tea party? Is dat zo? Ja. Het is niet zo gek met de lepeltjes die door de lucht vliegen. Ja, precies. Hoe hebben jullie gewerkt naar dat effect? Want het haalt zo'n scène compleet op. Ja, eigenlijk had Rogier het idee, al vanaf het begin eigenlijk. Omschrijf eens, wat doe jij als bezoeker van de barones haar theepark? Nou, het gaat eigenlijk om, ik ben zeg maar de jongste van het stel. En ik versta de barones voor geen woord, want ik ben natuurlijk Duits. En die barones is heel eng voor mij. En steeds als ze dichterbij komt, begin ik steeds meer te trillen en wordt steeds enger. En vandaar gaan allemaal dingen mis. Ik heb in de kranten gelezen dat jij aan een eigen productieavontuur begint. Ja. Vertel daar eens wat over. Dat doe ik samen met Michael van Praag, hier ook aanwezig. In de verte. Dat is mijn zakenpartner. Ja. Ja, dat is iets wat is gegroeid sinds een aantal jaren. Ik deed vaak voor producenten dat ik met ideeën kwam en dat ze het uit gingen voeren. En ik speel samen met Michael in een band en dan praat je zo over het een en het ander. En hij is een echte zakenman. En hij zei steeds van, nou, waarom ga ik nou eens niet zelf doen? En zei van, ja, ik vind het proces wel leuk, maar dat zakelijke ding, dat is echt mijn ding niet. En op een gegeven moment zei hij een half jaar geleden van, ik heb eens echt nagedacht, maar ik wil eigenlijk die zakelijke kant wel op me nemen als jij dat gaat doen. Toen we de scène gingen doen met de repetitieperiode, had Rogier het al in zijn hoofd. Maar dat komt allemaal later. Dat is bijvoorbeeld als ze drie keer aftikken, dan verzint Rogier te plekken dat het lepeltje in de lucht moet. Maar het idee kan gewoon van Rogier vanaf het begin. Ja. Mijn bedoeling is om hele inhoudelijke musicals te maken met verhalen met meerdere lagen die echt ergens over gaan. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je met musical niet altijd oppervlakkig hoeft te zijn. Dat is vaak de kritiek op musicals. En dat is vaak van mensen die weinig musicals hebben gezien. En je kan met musicals heel veel kanten op. Dus ik wil meer de kleine musicals, 3 tot 5 acteurs hooguit in een rol. En dan echt tijd om rollen helemaal goed uit te werken. En over de diepere gevoelens. Kritische noot. Maar nou, één ding dat ik me afvraag.
In het boek is de vader van het gezin zo belangrijk. Ja. Waarom heeft de scenarist, of heb jij, of hebben jullie allemaal, er nou voor gekozen dat het zo'n mistig figuur in de verte is? Nou, wij hebben daarvoor gekozen omdat wij Michiel het verhaal willen laten vertellen. Ja. En de grote mysterieuze persoon in het geheel is inderdaad de vader. Ja. Maar wanneer hij bijvoorbeeld zingt dat zijn vader doodgaat, gaat het om de transformatie van Michiel. En niet om de dood van zijn vader. Mm-hmm. En dat vonden we ontzettend essentieel om het verhaal te vertellen. Ja, maar begrijp je dan niet dat ik, als die vader zo afwezig was, denk ik aan een wie is die man die het vlees snijdt op zondag? Ja, en dat is het ook. Want die man is er ook bijna nooit. Maar, en daarom, vergeet niet, daarom trekt hij ook zoveel naar Oom Ben toe. Want dat is zijn surrogaatvader. En daarom, op een gegeven moment als hij erachter komt dat Oom Ben degene is die alles heeft voorgelogen, dan is het alleen maar harder. Ga jij nou een hele charmante vader neerzetten, dan is dat effect weg. Maar dan had ik toch beter begrepen waarom ze zo verdrietig zijn op de pauzefinale. Ja, maar ze zijn niet verdrietig alleen maar om de dood. Ze zijn verdrietig over het feit dat er oorlog is. En ik denk dat dat de essentie is van dit verhaal. Dat de oorlog maakt meer stuk dan men lief is. En dat is niet in één persoon te vangen. Ik had graag nog met jou willen praten waar ik mee zit in de tweede acte. Maar dat doen we bij de reprise tijdens het tweede seizoen. Laten we dat doen. Vond je het nog wel iets wel leuk, of niet? Fantastisch. Ja? Ik vind sowieso Soy Kroon de ontdekking van het seizoen, terwijl ik hem al kende. Ja, maar daar heb ik een beetje een patent op, hè? Ja, ja. Eerst Timo, ja. Nu Soy. Ja. Daar moet ik je sowieso voor complimenteren. Hij is geniaal, jongen. Ja. Maar je moet het hem ook niet te veel zeggen, hè? Nee. Gaat hij al naar zijn schoenen lopen? Nee, helemaal niet. Maar hij kan nog zoveel meer. Ik ben apetrots op Soy. Ik ben ontzettend blij dat hij Michiel speelt. Ik was in Kruistocht al dol op hem. Soy is typisch zo'n jongen, die gun je alles. Ja. Hij werkt heel hard. Hij heeft totaal geen sterallures. Is heel gewoon en normaal en hardwerkend. Ontzettend bescheiden. Is een leuke collega. En ik vind dat hij Michiel magistraal speelt. Ja, ik heb naar de speellijst gekeken. Jullie komen ook in Carré. Hoe durven jullie dat? Gaaf, hè? Ik kijk er heel erg naar uit in Carré. Soy Kroon in Theater Carré. In een hoofdrol. Nou, wauw. Ik vind het helemaal te gek.